Ik ben Maarten Dolman. Ik ben ambachtelijk korenmolenaar hier op de molen in IJsselstein. En ik ben getrouwd. Wij hebben 4 kinderen. En ik ben al van jongs af aan molenaar geweest eigenlijk. Ik heb al heel snel mijn opleiding gevolgd. En ben al jong op deze molen terechtgekomen. We hebben net afgelopen week ons 25-jarig lustrum mogen vieren. Dat de molen dus 25 jaar in bedrijf is. En dat houdt ook in dat ik dus 25 jaar molenaar ben. Ik ben zelf aangesloten bij het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde hier in Nederland. Dat is een gilde wat met name dus het beroep in stand houdt, het ambacht van molenaar. Daar zijn we niet de enigste van in Europa. In Duitsland kennen wij ook een gilde, ook een Mühlenverein. En ook in Engeland is er dus een Engels Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde. Dus we zijn best wel Europees eigenlijk heel breed. Vroeger was het natuurlijk veel breder. Vroeger had je natuurlijk heel veel ambachtelijke molenaars. Meel werd gemalen voor brood. Mout werd gemaakt voor bier. En veevoer werd gemalen. Dus het is een heel oud vak. En als we helemaal teruggaan in de geschiedenis, dan weten we dus al dat rond 1200-1300 er op deze plaats hier in IJsselstein dus al een molen was waar dus al meel gemalen werd. En zo oud is het ambacht van molenaar al. Dan zijn er dus in Nederland zijn er dus verschillende leermeesters. Als ambachtelijk molenaar moet je dus een opleiding volgen voor 2 jaar. En je begint als leerling en je gaat dus werken bij een molen. En daarnaast worden er dus ook praktijk- en theorielessen gegeven in Wageningen. En dat zijn dus een aantal avonden in de week. En dan wordt daarnaast dus stage gelopen op de molens. En ik ben zelf dus ook leermeester. En dan komen er hier dus een aantal cursisten komen dan. En die komen dan een molensteen openleggen. Er worden netjes de groeven worden er dus weer netjes opnieuw ingeslagen. En verder ook het malen met de molen en het omgang met de molen wordt daar dus in behandeld. Nou, dan kunnen de mensen dus doorstromen als gezel. Dan worden ze dus toegelaten. En de molenaars die dus gezel zijn, dat zijn eigenlijk de meesten in Nederland. En de meester molenaars, zoals wij dat noemen, dat zijn dus meestal is dat de oudere garde. Dat is meestal dus een titulatuur die je krijgt als je dus zoveel jaar op een molen werkzaam bent. En dat is dus weer wat voor de oudere garde. En het is eigenlijk ook een beetje uit eerbied weggelegd dat je zegt van de oude molenaars, dat zijn de meeste molenaars. En dat zijn ook de vakmensen. Ook het ambachtelijk molenaar zijn is ook vaak een vader op zoon. Het hoeft niet altijd, maar we hebben binnen het gilde dus diverse molenaars, diverse meesters ook, die dus weer van hun vader of van hun grootvader het vak geleerd heeft. Er zijn zelfs molens bekend waar soms de 5e of de 6e generatie op zit. Nou, zo'n voorbeeld staat bijvoorbeeld in Biggekerke. Daar staat een korenmolen en daar zitten dus al jarenlang dus dezelfde familie op die dus de molen dus bemalen. Het is zo, meester word je niet zomaar. Dat zijn dus vaak mensen die wat ouder zijn. Ik kan het wel een beetje vergelijken met mensen die dus een directiefunctie vervullen van een of ander groot concern. Dat zijn vaak mensen die wat ouder zijn, 55 jaar of zo. En die hebben dan een enorme levenservaring. Nou, zo is dat natuurlijk ook met de meeste molenaars. Dat zijn mensen die natuurlijk jarenlange ervaring hebben op het gebied van het malen, het scherpen van de stenen, op het gebied van de granen. En we hebben in Nederland dus een aantal meesters en die dus ook actief zijn op molens. En een oude meester die ik bijvoorbeeld zou kunnen noemen, dat is molenaar Co de Visser in Wolfhuisdijk. Deze man is 85 jaar en die heeft de molen van zijn vader overgenomen en zijn vader weer van zijn grootvader. En dat is dus iemand die nog dagelijks met de molen maalt. En deze man heeft ook echt het gevoel van, ik ben meestermolenaar. Al die jonge molenaars die er nu komen, die hebben er geen verstand van. En al die toeters en bellen die je tegenwoordig op molens hebt, dat hoeft voor mij ook niet. En het liefst maalt hij ook gewoon met een lekkere wind met de molen beneden de deur dicht. Hij is dus een hele andere insteek als wat wij hier hebben. Dat we zeggen, nou, het publiek moet de molen kunnen zien. Mensen moeten het kunnen horen, moeten het meel kunnen kopen. Nou, dat is een hele andere benadering. Ik denk dat de kennis vooral zit in de kwaliteiten van de tarwes. Het is zo dat je komt wel eens tegen dat de mensen dus problemen hebben met het bakken. Dat ze zeggen van het rijst minder of het rijst niet of het brood blijft klein. En om je daarin wat verder uit te breiden, dat je dat soort dingen dus bij kan sturen. En met name ook de tarwerassen die je gebruikt, dat je daar dus een hele goede basis in hebt. Kijk, het malen met de molen en het technisch, dat heb je na 25 jaar wel onder de knie. Ja, dat heb je ook binnen het bereik. En als er met de molen wat is, dan zeg je van, nou, ik moet dit bijstellen, ik moet dat veranderen. Maar de grip op tarwerassen, dat is best lastig. Ik heb mijn basis geleerd bij een molenaar in
Woerden, dat was Jan Hogendoorn, dat is mijn leermeester geweest. En daar heb ik inderdaad, toen ik bij hem dus ging leren, heel veel geleerd. Ook bij mijn vader. Bij mijn vader heb ik dus de grondbeginselen geleerd, hè, die waalde in de molen in Wilnis. Ik denk echt de grootste ervaring en de grootste sprongen die ik gemaakt heb, was toen ik hier begonnen ben op deze molen. Dus het zelfstandig je problemen oplossen. Toen was er niemand meer dat je zegt van ik ga het even vragen of ik ga het even bekijken. Je moet zelf oplossen. En dat is de grootste ervaring geworden. Ja, gewoon zelf ondernemen. Zelf ondervinden van wat gebeurt er als je dit doet, wat gebeurt er als je het niet doet. Nou, en daar heb ik mijn ervaring aan opgebouwd. Ja.